Nee, volgens mij ben ik geen oplichter. Daan Kersten, de eigenaar van het regionaal autocentrum A15 bij Andelst en Carly's Holland BV in Dinxperlo, zegt zelf de boel niet geflasht te hebben. Toch zijn er bijna 20 aangiftes tegen de man gedaan van woedende klanten. Toen zij hun al betaalde auto kwamen ophalen, troffen ze een totaal verlaten en lege showroom aan. Er was niemand meer om hen te woord te staan en de telefoon werd niet opgenomen. De eigenaar met zijn gezin leken met de noorderzon vertrokken. Nou, meteen, de eerste reactie was meteen van, we zijn opgelegd, we zijn alles kwijt. Auto, geld, alles. Van zelfverrijking of geld wat naar het buitenland verdwenen is, of auto's die zogenaamd in een andere showroom staan, of die naar het buitenland verdwenen zijn. Allemaal flauwekul, is niet waar. Auto's zijn terug naar de twee leveranciers. Een autogroothandel uit Zuid-Holland, die Kersten de auto's leverde, heeft ze inderdaad uit de showroom weggehaald. De auto's waren geen eigendom van Kersten, maar hij verkocht ze voor die groothandel. Het bedrijf van Kersten draaide volgens de autogroothandel zo slecht dat hij zijn verplichtingen niet meer na kon komen. En daarom zijn de auto's weggehaald. Hopend op betere tijden begon Kersten ook auto's te verkopen zonder de eigendomspapieren. Die zouden de kopers nog worden nagestuurd. Dat is gewoon fout natuurlijk. Maar dat is niet gedaan met het doel om geld in de zak te steken en naar Hawaii te verdwijnen ofzo. Maar dat de eigenaar meer dan 10 dagen van de aardbodem verdwenen was, niemand hem kon bereiken, ja, dat doet zijn zaak natuurlijk geen goed. Op zo'n moment dat die auto's opgehaald worden en er van alles speelt en er een x-aantal auto's afgeleverd zijn zonder kentekens, nou ja, mensen auto's betaald hebben die niet afgeleverd kunnen worden, dan ontstaat er toch een soort paniek en het komt toch bij jou terecht. Dus. Ja, maar dan kun je het toch ook verwachten dat iedereen nu als een oplichter ziet? Ja, uiteraard. Ik had veel eerder het nieuws moeten zoeken. De autohandelaar zegt een eventueel justitieel onderzoek vol vertrouwen tegemoet te zien. Dinsdag wil hij het faillissement van zijn bedrijf aanvragen en hij zegt te hopen de gedupeerden met behulp van een curator te kunnen compenseren.